Welkom, beste kijkers. In het roemruchte Wembley Stadium. In het voetbalgekke Londen. Ik ben Sietje Vos en hier naast me zit collega Jeroen Guter. Ook jij van harte welkom, Jeroen. Samen zullen we het commentaar verzorgen bij deze wedstrijd. Dit is Engeland tegen de Verenigde Staten. Ik krijg opeens zo'n gevoel. Dit zou wel eens een heel bijzondere wedstrijd kunnen worden, Siert. Laten we maar snel beginnen. Het thuisteam gaat met deze elf aan de wedstrijd beginnen. Kyle Walker speelt samen met Luke Shaw als vleugelverdediger. Phil Foden begint op het middenveld. Samen met Raheem Sterling aan de buitenkant. En voorin is gekozen voor Harry Kane. Het uitteam gaat met deze elf het veld op. Ik denk niet dat dit een vervelende wedstrijd wordt, Jeroen. Want de tegenstander kiest precies dezelfde strategie. Ja, ook hier een 4-3-3 dus. En als beide ploegen hun vleugels goed weten te benutten, kan dit nog wel eens een heel leuke wedstrijd gaan worden. Engeland heeft de aftrap verricht. En dat betekent dat de wedstrijd is begonnen. Nog steeds aan de bal hier. Alleen de doelman nog voor zich. En dan komt de keeper in actie. Goed gereageerd op die kopbal. Daar had hij voor kunnen fluiten. Ja, heel goed. Hij geeft hier voordeel. Het andere team weer aan de bal. En zien. Of deze Engelse aanval wat oplevert. De bal wordt voorgegeven. Ja hoor, hij zit. Het openingsdoelpunt valt al vroeg in de wedstrijd. Dit is een prima doelpunt hoor. Kijk maar eens hoe die voorzet wordt gegeven. Geweldig. Dan moet je kijken hoe je hem dan vervolgens langs de doelman komt. Vol op het voorhoofd. En dan is de keeper gezien. Lekkere goal hoor. De score is geopend. Het is 1-0. Ja, goed van die scheidsrechter. Hij laat doorspelen na die overtreding. Hij past de voordeelregel hier prima toe. Bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Teruggelegd via die voorzet. Voorzet in het strafschopgebied. Hoi, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Deze moet erin om gelijk te maken. Christian Pulisic. En hij maakt een doelpunt. Teams weer in evenwicht. Als je zo slordig opruimt, ja, dan leidt dat uiteindelijk natuurlijk tot gedonder. Hier zie je de bal niet goed wegwerken. En met alle gevolgen, de trainer die zal daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee zijn. En het staat weer gelijk, 1 tegen 1. Henderson.
zeg, wat een schandalige overtreding. De scheidsrechter kan niet anders dan hier een rode kaart voor trekken. Hij geeft hem rood. Lijkt me helemaal terecht trouwens. Ja, bovendien heel vroeg in de wedstrijd al. Bepaald niet handig. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Christian Pulisic. Gaat dit wat worden? Dan weet hij. Een vrije trap kan vanaf deze plek wel eens voor gevaar gaan zorgen. Dit kan niet goed blijven gaan. Ze hebben mazzel met die gele kaart. Dat had opnieuw rood kunnen zijn. Ik heb het idee dat er een paar stoppen zijn doorgeslagen ofzo. Wat is er mis met hun zelfbeheersing? Er raakt nog een speler van de tegenpartij. Hoekschop. Hoekschop in het centrum geplaatst. De scheidsrechter oordeelt dat het hens is. Strafschop. En hier de aanloop voor een voorsprong. Doelpunt. Hij verzilvert die strafschop foutloos. Het lijkt vaak zo simpel, maar niet iedereen kan een strafschop nemen. Deze gaat er gewoon goed in. Volgen het spel. En de Verenigde Staten leidt, of je moet zeggen, leiden. Kyle Walker. Luke Shaw. Dat is Kane. Er ligt ruimte voor de counter. Walker met een goede onderschepping. En nu een inworp. Adams. Timothy Weah. Legt de bal terug. Bal veroverd in de eigen 16. Bal naar de andere partij. Veel te simpel deze paas. Een makkelijke prooi voor de tegenstander. Blijft goed aan de bal. De schot wordt geblokt, toch? Ja, geblokt. Christian Pulisic. Weston McKennie. Ach, kijk, ze eens rennen daar, die tegenstanders, achter de bal aan. En ze komen er niet aan, hoor, want de bal gaat razendsnel rond. Wat kunnen de Engelsen met deze aanval? Daar staat iemand bij de tweede paal. Raak, ja, die zit, ze doen het met z'n tienen. Ze leken hier te verliezen, maar met een man minder komen ze nu toch langs zij.
Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork, mooie goal. Na dat doelpunt is de stand gelijk. 2-2. Goed gedaan, mooie onderschepping. Sterling. Knap voorgezet. Raheem Sterling. Een poging die bal weg te werken mislukt. Goed gespeeld. Naar de keeper. Speler onder druk. Weston McKennie. Adams. Oh, dat doet hij mooi zeg. Heerlijke techniek. Genieten. Aanval via de zijkant. En dan de voorzet. Beroerd verdedigd. Goed gehandeld. Anders was het de kans geworden. Sterling kan meters maken daar aan de zijkant. Gaan ze hier de leiding nemen? Nee, die gaat er dus niet in. En dat is te danken aan de keeper. Ja, en dat te bedenken dat het van heel dichtbij was. Dan zou je wel denken, het is te wijten aan de keeper. Deze wordt kort genomen. En dan trek je naar binnen. En dat schot wordt gekeerd. Maar de doelman dacht waarschijnlijk, het is goed met je. Ik laat je niet nog een keer scoren. Maar de ploeg wordt gesteund door het publiek. Als ze uit deze situatie scoren, staan ze voor. Harry Maguire. Hij houdt het schot tegen. Een afstandsschot. Maar niet echt kansrijk van zo ver weg. Schot geblokt. Dat deed hij eerder ook al. Harry Kane. En die zit ratatatata. Toen die speler van het veld werd gestuurd, dacht ik dat ze met de rug tegen de muur zouden komen te staan. Maar ja, dat was ook even zo. Maar ze pakken hier gewoon de leiding. Een heel spectaculaire wending in deze wedstrijd. Ze staan met 10 spelers op het veld. Maar in plaats van de handdoek in de ring te gooien, komen ze op voorsprong. Er is weer afgetrapt. En Engeland staat voor. Er is alweer even aan de bal. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Maar goed dat hij het niet doet. Voor de. Ah, ze loeren op een gat in de verdediging. Een mogelijkheid om het door te breken. Je gaat het proberen. De keeper pakt hem. Er ligt een counter op de loer. Sterling, ja, hij doet dat. Hij verkiest de voorzet. Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Dit is nog eens omschakelen. Hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij hebben onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En dan de afronding. Ja, het oogt misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet, hoor. We trappen weer af en gaan verder met 4-2. De bezoekers hebben echt meer balbezit, maar veel doen ze er nog niet mee. Om goede kansen af te dwingen zullen ze echt eens een keer plank gas moeten geven. Een tackle die goed afloopt.
De Verenigde Staten bouwen weer aan een offensief. Het lijkt wel een pest. Oh, helemaal gestrekt. Wat een redding, zeg. Ja, het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Hoekschop wordt voorgegeven. Wat een zwakke paas. Linea recta naar de tegenstander. Harry Kane. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. En hij komt eruit met de bal. Enorme redding en daardoor het gevaar geweken. Ja, wat een reactievermogen heeft deze keeper toch. Van zo dichtbij en dan toch tegengehouden. Echt heel knap. De bal komt voor het doel. Je kan die bal wegwerken. De scheidsrechter fluit voor de rust. En we hebben nu al een score van 4-2. Ja, we zien het vandaag toch allemaal. Het is een uitstekende wedstrijd van deze Harry Kane. Het is gewoon onmisbaar, deze spits. Wat een impact heeft hij op de wedstrijd. De keeper heeft het razend druk met deze aanvaller. En de verdedigers die werken zich letterlijk uit de naad om te voorkomen dat hij nog een keer gaat scoren. De rust zit erop. De VS heeft afgetrapt. Weston McKennie. Oei, nou, dat gaat gelukkig goed. Amerika zet een mooie aanval op. Een succesvolle tackle op eigen helft. Dit moet een doelpunt worden. Alsnog een gevaarlijk moment. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes van die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas, alles goed. En dan, ja, wat moet je nog doen als keeper? Het enige dat je kunt doen is hopen dat ze een fout maken, want je bent eigenlijk kansloos tegen twee spelers. De zoveelste aftrap na het doelpunt, 5-2. Goeie beweging zeg, Sterling, en er voorbij, zo uit de lucht. De speler is verbaasd dat het buitenspel is. Maar de scheidsrechter lijkt het zeker te weten. Kans weg. Hij let goed op en onderschept die paas. Daar komt hij. En via de lat gaan we verder. Is dat alles? Oeh. Is dat alles? Oeh. Wat er is. Wat een kans, zeg. Oh. Buitenspel. Ja, dat kan wel zo zijn, hè. Maar met zo'n kans moet je toch meer doen. Harry Kane kan verder met de bal. Is dat een goal voor Kane? Die bal gaat er schitterend in. Het niveauverschil wordt steeds meer uitgedrukt in de score. Ja, van spanning in deze wedstrijd is nu echt geen enkele sprake meer.
De stand is 6-2. Houdt u de rekenmachine er even bij? Christian Pulisic. Zet verder door. Weston McKennie. Ja, en nu scoren! Schitterende reactie. Zo dichtbij ingeschoten. Ik dacht dat hij erin ging. Ach, wat een geweldige reflex. Hele adequate redding. Het lijkt erop dat de coach gaat wisselen. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Het gevaar wordt eruit gehaald. En nu wordt het oppassen. Ze kunnen snel uitbreken nu. Alleen de doelman nog voor zich. Naar de speler die vrij staat. Dit houd je toch niet voor mogelijk? Ach, wat een prachtige manier om die bal binnen te werken. Die keeper weet niet wat er gebeurt. En het stadion ook niet. Dat barst nu los. Ja, raak! Dit is nog eens omschakelen. Hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En die wordt dan van dichtbij heel fraai, rustig verzilverd door Harry Kane. Ja, dat rolt hij goed af hoor. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Weston McKennie. Zijn teamgenoot krijgt de bal terug. Nog steeds op weg naar het doel. Nee, die aanval bloedt toch dood. Sterling heeft ruimte aan de rand van het veld. Raheem Sterling moet deze erin leggen. Niet te stoppen vandaag. Een hat-trick. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Er komt een wisselspeler in het veld. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Hele mooie beweging. Het is, ja, het is ballet. En daarmee ook je tegenstander nog voorbij. Hoppa! Er is alweer even aan de bal. Onreglementair afgestopt op een gevaarlijke plek. Daar kun je een gele kaart voor geven. Dit is geen handige actie, Jeroen. Ach, hoe zie je het? Ja, ze moeten toch oppassen met die gele kaarten? Ja, en ze staan al met een man minder op het veld. Dus nog één eraf. Dat heeft waarschijnlijk desastreuze gevolgen. Och, jongen. Neem hem dan niet. Nou ja, misschien raakt hij hem totaal verkeerd. Laten we het daar maar op houden. Nog eens kijken naar die actie die tot een gele kaart leidde. Hier iets beter te zien nog vanuit een andere hoek. Luke Shaw.
We hebben nog 20 minuten te gaan. Uitstekend gezien hoor, prima interceptie. De tegenstander van Kane is gezien. Voorzet naar de speler bij de tweede paal. Nee, die poging leidt helaas niet tot het doelpunt. Spel hervatten en gewoon de aanval blijven zoeken. De scheidsrechter beoordeelt die hensbal als opzettelijk en fluit voor een overtreding. En hij stond er aardig dichtbij. Lijkt mij gewoon een goede beslissing. Ze profiteren van deze pass. Een sliding in de 16. Je moet maar durven. Foden. Dit is Skywalker. Zeeën van ruimte voor zich. Een hele belangrijke verdedigende actie. Weston McKennie. Er ligt ruimte voor de counter. Wat een dribbel. Gaat hem heel mooi voorbij. Prachtige beweging. Oh, helemaal gestrekt. Wat een redding, zeg. Ja, het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Let op, nu het spel stil ligt, pakt de scheidsrechter alsnog de gele kaart. Ja, zie je het hoofd van die speler? Die dacht aan die kaart te ontsnappen. Het scheidsrechter is ook niet gek, hè? De bal komt voor het doel. Schot makkelijk gestopt door de keeper. Harry Kane. Nog steeds in aanval. Die bal verdwijnt in de net. Dit is nog eens omschakelen. Het is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij hebben onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Goed afgeschermd met zijn lichaam. Het ziet er veelbelovend uit. Een geweldige redding van de keeper. Ja, atletisch hoor. Die zweeft uit naar de bal. Fantastisch. Er wordt een speler vervangen. Korte bal naar een teamgenoot. Een ware strijd op de bal. Van de bal afgezet. Nou, wat kan hij hiermee? De keeper werkt die bal weg. Hij zal nog wel eens terugdenken hoor, aan deze kans. Ik denk dat hij zelf ook al weet dat hij een doelpunt had moeten maken. Hij stoomt verderop. Bal voor de pot gegooid. Die mag het toch in, Sterling. Op de paal en over de achterlijn. En de coach ziet reden om te wisselen. Ja,
En dan moet je dus even wachten op aansluiting. Knap werk. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Raheem Sterling is al zijn eigen persoonlijke odyssee begonnen. Sterling, ja, hij doet dat. Hij verkiest de voorzet. Ja, koekoek. De techniek druipt er vanaf. Een volley met de timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. In eerste instantie levert de doelman goed werk. Ja, niets op af te dikken. Maar het gevaar is dat de bal terugkomt en dan ontstaat er dus opnieuw een gevaarlijke situatie. En dat is balen voor hem, want uiteindelijk is het toch een doelpunt. En misschien was dat te voorkomen geweest. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies voor de tegenstander. Zijn bedoeling was een geplaatst schot voor hem. Maar geplaatst op het doel natuurlijk. Tenzij dit dan weer de bedoeling was. Maar dat mogen we gerust in twijfel trekken. Sterling heeft ruimte aan de rand van het veld. Hij legt hem bij de tweede paal. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes van die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Wat is dit toch eigenlijk een vlekkeloze aanvalsopzet? Het begint allemaal bij deze heerlijke paas. En die wordt netjes afgemaakt door Harry Kane. Ja, van die afstand mist hij vrijwel nooit. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Christian Pulisic. Hij houdt de bal vast terwijl zijn medespelers opkomen. Hij schermt hem af. Deze thuiswedstrijd zit erop. De overwinning is binnen. Nou, dit was nog eens ouderwets klit, klat, kladderum. Ze hebben de tegenstander alle hoeken van het veld laten zien. Deze zege is zo duidelijk als wat.